Wiegenaren hebben er 2 jaar op moeten wachten, maar van vrijdag tot en met dinsdag staat de kermis er weer. Om dit corona-proof te kunnen doen, is de kermis verspreid over 2 plaatsen. Langs de Kasteellaan en in de achtertuin van Kasteel Wiegen. Ook is er een aparte in- en uitgang en een vaste looproute. En er mag geen alcohol worden gedronken op het terrein. Donderdag was de opbouw in volle gang met ruim 40 attracties voor jong en oud. Burgemeester Marijke van Beek opent de kermis vrijdagmiddag om 3 uur op de Kasteellaan.